tegenstanders die hier die catacomben richting het veld lopen, die komen deze man tegen. Met die prachtige helm en dat tientje eronder en die bolknakker in zijn mond. En die denken bij zichzelf, wie is die rare snuit, hè? Maar er zit een mooi verhaal vast. Henk Son is namelijk echt dé Excelsior-legende bij uitstek. Hij was voorzitter van 1952 tot 1977. En hij haalde op alle mogelijke manieren haalde hij geld op. Want Excelsior was altijd noodlijdend. Eigenlijk stond het water de club altijd tot aan de lippen. En wat had hij nou voor foef bedacht? Hij ging met die bolhoed die hij altijd op had, die zette hij af. En dan begon hij uit volle borst, waar hij ook was, het Excelsior clublied te zingen. En dan haalde hij later met diezelfde bolhoed haalde hij dan geld op. En dat deed hij met zoveel plezier en met zoveel verven dat uiteindelijk niemand kon weigeren. En daarmee spekte hij elke week weer de clubkas. Zeker in tijden dat Excelsior op randjes van faillissement stond. Toen hij een bestuursfunctie kreeg bij de KNVB, toen ging hij met diezelfde bolhoed gewoon langs de spelers van het Nederlands elftal om te zeggen van hey, Excelsior, blijf wel mijn club, je hebt een beetje schokken. Ja, de spelers van het Nederlands elftal durfden dat natuurlijk niet te weigeren. Hij zette papiercontainers neer op het terrein van Woudestein en riep alle leden op en ook hun familie en vrienden om hun oude papier, oude kranten, folders, alles te brengen naar Excelsior in die containers te stouwen. Dat werd dan gewogen en vervolgens verkocht. Het ging al vaak om kleine bedragen, maar ja, als je maar genoeg ophaalde, dan werd dat steeds meer en zo werd de clubkas gespekt. En dat deed hij onder het motto, maak van uw oude papier Excelsior's bankpapier. Prachtig. Henk Son was voorzitter, maar bovenal supporter. Want als er op zondagochtend om 8 uur bij Excelsior 12 grensrechten nodig was, geen probleem, Henkie Son die stond te vlaggen. Fantastische vent. In 1994 overleed Mr. Excelsior, maar hij kreeg in 2000 een prachtige ode van de club. En dat is dat de hoofdtribune naar hem is vernoemd.